De twee vertellen in geuren en kleuren over hun eerste ontmoeting. Die vindt plaats in 2015, kilometers hier vandaan, in Kaapstad. Lotta is daar om een H&M-winkel te openen. In de avond durft Sander haar eindelijk aan te spreken. Toen had ik wel het lef om met je te praten, weliswaar na een paar biertjes, vertelt de presentator. Maar dan begaat Sander een grote fout, een red flag kun je wel zeggen. Hij was aardig en vriendelijk, maar hij zei ook iets heel doms, iets wat in elke datinggids staat als een absolute no-go. Hij zei dat ik op zijn ex leek, wat overigens helemaal niet zo is. Dat vond ik wel een beetje vreemd, zegt Lotta in het tijdschrift. Sander heeft die avond flinke concurrentie van verschillende buitenlandse rugbyspelers, maar toch is Lotta het meest onder de indruk van de Amsterdammer. Hij vroeg mijn telefoonnummer. Ik herinner me nog dat je me vroeg om mijn volledige naam op te schrijven. Je hebt me diezelfde avond via WhatsApp een bericht gestuurd, maar dat zag ik pas dagen later, want ik gebruikte geen WhatsApp. Als ze het berichtje eindelijk per toeval leest, is Lotta alweer lang en breed in Zweden. Dus vroeg ik of ze naar Amsterdam wilde komen. Een paar weken later kwam ze. Thank you.